In het derde en laatste filmpje begin ik weer met de druif. Vooral ook om u te laten zien dat sommige bladen heel erg pokdalig zijn. En niet allemaal gelukkig, maar sommige wel. Het ziet er heel erg jukkie uit. Het tast de vruchten gelukkig niet aan, want die hangen erachter nog helemaal. Kijk eens, lekker te zijn. Daar heb ik nog wel fiducie in. Maar deze pokken, bubbeltjes, het is een ziekte, denk ik. Alleen weet ik niet wat. Nou, in het kastje hebben we dus ook, dat loopt de druif erheen, maar daar hebben we nergens last van bubbeltjes op de bladeren. Dus misschien worden ze daar beschermd. Ook hier. Gewoon trosjes druiven. Daar beneden ook. Het is een beetje lastig mikken met de ijs van. Ja, daar is altijd weer op een ander plekje dan je denkt dat het is. Hier nog. En hieronder de tomatenplanten. Waar nog helemaal geen tomaatjes aan zitten. Maar wel al bloemetjes. En dat geeft hoop. De lavendel hier doet het nog uitstekend. Dit is de blauwe lavendel zoals je ziet. Want er blijkt ook een witte lavendel te zijn. Dat wist ik aanvankelijk niet. Kijk, dit is een witte lavendel. Die ruikt niet zo lekker als het blauwe boordje. En er komen net zoveel vlindertjes en bijen en andere insecten op af. Inmiddels is ook de buddleia in volle bloem, zoals u ziet. Buddleia, uiteraard ook vlinderstruik genoemd. En ook, hij doet zijn naam eer aan en brengt veel vlindertjes naar het tuintje. Daar ben ik erg blij mee. Want ik wil de komst of het van merels in mijn tuintje, merels, insecten zoveel mogelijk, hoe noem je dat, bevorderen. Omdat je overal die enge onderzoek leest waaruit zou blijken dat het met de stand van de insecten in Nederland helemaal niet zo goed gesteld is. Nou, hier is verder op een oude hortensia niet veel te zien. Een heel schattig kleine, tere, oranje papavertjes. Dit zijn dan de doosjes hier op mijn hand. Moet ik eerst de handen zo met het spiegeltje. Kijk, als je dit nu openmaakt. Hier heb je dan die zwarte korreltjes, dat zijn de zaadjes van die pavertjes. Dus die gooi ik gewoon lukraak de tuin in de hoop. Dat er volgend jaar weer allemaal van die leuke tere papavertjes komen. Om de hoek via de aardbeidjes. Kijk eens wat een lekkere jukkels. Ik heb ze geproefd hoor. Ze zijn heerlijk. Vogels weten ze ook te vinden. Dat is natuurlijk prima. Dit zijn kleine babytomaatjes. Ze zijn meer speelgoed. Ze doen het niet erg goed. Ze groeien niet. En ik heb ze niet weer durven proeven. Want ze zien er nog keihard uit. Wel heel erg blij ben ik met mijn wilde roos. Hier is net uitgegroeid, maar er zitten alweer nieuwe knoppen aan. Kijk of ik die wat beter een beeld kan krijgen. Dit wordt een wilde roos genoemd, maar hij is gewoon geplant. Hier zijn de
rozen uitgebloeid en zie je nu de rozenbottels. Ik sta in dubio. Volgens het ene boekje moet je die rozenbottels eruit halen om de groei van meer bloemen te stimuleren. Volgens de andere moet je ze laten zitten. Nou, ik laat ze maar zitten. In ieder geval doet de roos het goed. Ze komen hier allemaal nieuwe loten op. En de hortensia, niet erg elegant, maar wel robuust, krachtig en mooi. In dit spul wat hier over de schutting groeit, en wat nu heel erg vies is omdat de buren gaan schilderen en het dus gescheurd is, daartussen vinden zich van die schattige pispotjes. Tenminste, ze noemen bij ze vroeger. Dat vind ik wel aardig. Een beetje aangefroten. Ja, meer is er eigenlijk niet te zien. Vandaar dat dit ook het laatste filmpje is. Maar ik wou toch afscheid nemen via het zogenaamde insectenhotel. Zo noemt het tuincentrum het. Maar ik heb er nog geen beest zien in of uitgaan. Dus ik heb er niet zoveel voor te zien. Er zit wel, als je hier kan zien, wittig spul in die holle bamboebuisjes. Ik weet niet of dat voorbereiding van het logies is. Maar tot nu toe heb ik nog geen bewoners gezien. Een prachtige roze. Twee keer gebloeid, dus ik mag niet mopperen dat hij nou eventjes helemaal niks doet. Hij groeit nog wel, er komen nog wel jonge loodjes aan. Maar ik zie geen knopjes meer. Goed, het is pas, wat is het? Juni? Nee, juli. Dus misschien dat we nog een ronde krijgen. Dat was het.